benadering is allemaal hartstikke goed gekomen. Op het meer zelf werden we even opgehouden door open water. Ook daar wisten we eromheen te navigeren en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. We hebben toch een mooie afstand afgelegd en daar zijn we heel blij mee. En we gaan nu, we hebben net gegeten, even een bakje koffie gedaan en we gaan zo meteen lekker slapen. En dan gaan we morgen weer beginnen aan onze tweede dag. Je ziet hier, we zijn nu aan het eten koken. Het geratel van de branders is te horen. En Erik, hoe was het vandaag? Vandaag, het was onze tweede dag van de tocht. Het begon vandaag mooi. Op de middag begon het een beetje te sneeuwen en te waaien. Maar voor de rest hebben we wel in ieder geval kunnen oriënteren waar we naartoe gingen. En we hebben nog geploegd door de sneeuw. Gelukkig kwamen we sneeuwsporen tegen. En die hebben we toen gevolgd. En dat skiën een heel stuk veilig. En wat ga je eten zo meteen? Ik ga zo meteen pasta aan kaas eten. En als toetje? En als toetje ga ik lekkere vanille dessert eten. Vannacht wordt de klok een uur eerder vooruitgezet. Daarom komt het ook wel goed uit dat we een uur eerder gestopt zijn. Nogmaals, het is echt helemaal wit. Je kunt je nergens meer op oriënteren. Het is een drama. Maar goed, morgen hopen we dat het beter weer wordt. En dan kunnen we verder. Dit is een van onze dagelijkse rituelen. Het eten koken, het sneeuw smelten. Hierin zit dus een sneeuwzak. Hier gaat even voordoen hoe het doet. Je doet wat sneeuw in het pannetje. En dan wordt het gesmolten met water. Dit zijn de maaltijden die we eten. Dat zal ik laten zien. Dit is zojuist het water is gekookt. De branders zijn opgehouden met het ratelen. Ik zal je even laten zien wat we gaan eten vandaag. Dit is dus de pasta of de groenteschotel. Dit is de chocolademousse. Hier in deze thermosfles zit het warme water voor vanavond in. En hier nog een beker met koffie voor zometeen in de thermosbeker. En last but not least een reep chocola. En natuurlijk gaan we even naar buiten kijken hoe het weer is. Ai, 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 het is nog helemaal wit. Maar wat eerst, bon appétit! En Erik, hoe was de dag vandaag? Dag 4. Het was vandaag een hele mooie dag. Het begon na die wipe-out van gisteravond begon het heel mooi helder weer. En dat is het eigenlijk wel gebleven. Ondanks dat het heel af en toe een beetje dicht trok. En we zijn momenteel nu in Noorwegen aangekomen. Via prachtig meer. En wat was het bijzondere vandaag? We hebben vanmorgen en net hebben we nog sporen van een veelvraat gezien.
Deze, zoals je ziet. Ik weet niet of ze duidelijk te zien zijn op de camera. Hier zijn ze. Ja. Nou, het is voor mij de eerste keer in Noorwegen en ik moet zeggen, het is minstens zo mooi als Zweden. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd ermee, Erik. Je hebt vandaag ontzettend goed gewerkt. Je hebt gebeukt als een trekpaard. Ik zie nog wat van de omgeving laten zien. Hierin zitten we. Dit is onze tent. Het is echt schitterend. Het was een mooie dag. Mooi weer ook. We zijn lekker opgeschoten. Ja, we hebben nu even pauze. Dat is even lekker. We hebben vandaag een zware dag gehad. We moesten door een labyrinth heen, vol met ravijnen en kloven, waardoor we constant moesten zigzaggen door het landschap heen. En we moesten de gifbeker helemaal leeg drinken. En Erik, hoe was dag 6 vandaag? Dag 6? Nou, het was vandaag een prachtige dag. Ik weet niet of je het kunt zien. Prachtige dag. Overdag ook geweest. We hebben 22,5 kilometer afgelegd. Dus dat is niet verkeerd. En we staan weer op het meer, net zoals gisteren. Dag 7. Het was op zich een mooie dag in het begin. Later betrok het weer een beetje. Wat sneeuwval. Af en toe wat white-out-achtige omstandigheden. We zijn vandaag zo'n 20 kilometer opgeschoten. Dat is een mooie afstand. Ik ga je vertellen wat over het navigeren, wat je ervoor nodig hebt. Allereerst een traditionele kaart en kompas. Dat is erg basic. Voor de rest een GPS en een polscomputer met erop, barometer, hoogtemeter en een elektronisch kompas. Voor in noodsituaties hebben we bij ons een satelliettelefoon. Daarmee kunnen we, kunnen we bellen als er iets mocht zijn. Erik, dag 8. Hoe ging hij? Dag 8. Het was een zware klimdag. We kwamen van 700 meter en we zijn geklommen naar 1050 meter met Pumka. Maar het weer was prachtig. De weergoden zaten ons erg mee. En we hebben nu ook zoals je kunt zien, heel prachtig plekje gevonden om te kamperen in Noorwegen. We staan momenteel weer in Noorwegen. En verder heb ik er niks aan toe te voegen. Dat is prachtig. Nou,
je ziet ook dat het heel mooi het weer is. We kunnen zelfs onze slaapzakken momenteel drogen. Die zijn afgelopen nachten toch nat geworden. Er ontstaat een ijsvorming. Nou, dat kunnen we nu een eind aan maken. Even een correctie. Het meer was op 600 meter en we gaan naar die pas toe. Daar, en die is 1100 meter. En die is vanmorgen. Dat is nog een klein klimmetje. Voor de rest is het hier waanzinnig gaaf. Echt heel erg mooi. Het is zo zonnig weer dat we zelfs gebruik kunnen maken van de zonnecollector. Die de accu kan opladen voor deze camera. Ik heb nu de zonnecollector met de volle bakkers in de zon staan. En hij laadt nu als een tierenlier. Geweldig. We hebben net een pauze gehad. En je merkt nu duidelijk dat we meer behoefte gaan krijgen aan eten. We gaan steeds meer verbranden. En daardoor hebben we steeds meer nodig. Maar het is fantastisch hier. De sneeuw is erg stroef. Het is alsof je de slee door de zandbak heen trekt. Maar goed, dat hoort er nu helemaal bij. Vandaag zouden we over het meer gaan, maar de kaart is niet het gebied, want er staat hier meer op, maar het is volgens mij het leeg laten lopen. Het is een heel lastig trein, dus we zijn er over de flank heen moeten komen. Hier begint volgens mij het meer, daar is de auto is hut. Daar moeten we heen en daar moeten we even een doorgang zien te vinden naar de Hukkajaure hut. Het fijne van vandaag is het fantastische weer, lekker windstil. Lekker zonnetje, de zon schijnt zeer krachtig. Ik kan ook de batterijen opladen momenteel. Het is geweldig, good to see. De batterijen voor de videocamera's worden nu momenteel opgeladen. Dus dat, we gaan er weer een lekkere middag van maken. We hebben nog een hele middag voor te kiezen. Dus we gaan zo meteen die kant op. Dag 9. Ik begon met een klim van zo'n 3 kwartier naar 1120 meter. Daarna een afdaling. Waarbij we nog een kudde rendieren tegenkwamen. Die van ons op de vlucht, liepen. Daarna was de bedoeling om over een meer te gaan skiën. Maar dat meer hebben ze waarschijnlijk leeg laten lopen. Met een waterkrachtcentrale. Hierdoor ontstond er een labyrinth waar we ons doorheen moesten worstelen. Uiteindelijk is het gebeurd. Het weer was uitstekend. We zijn vandaag zo'n 20 kilometer hebben we gedaan. Dus dat schiet al lekker op. En we zitten hier nog net in Noorwegen, vlakbij Zweden. En morgen gaan we naar Zweden in en er is nog zo'n kleine 100 kilometer naar Wisko toe. Dit is de tent van ons. Hier slapen wij in. Dit zijn mijn spulletjes. Dat is een beetje rommelig. Maar dat komt allemaal nog wel goed. Dat is Erik. Buiten zie je onze polk staan. Voorin staan de duffels. Met al onze uitrusting. En hier staat de koopuitrusting. Zojuist zijn we wezen eten. Achter kiezen, we gaan zo ons mandje. Zwaai maar Erik, dag! Volgende ochtend, dag 10. Het is behoorlijk gaan waaien, het is koud. We moeten onze voorzorgsmaatregelen nemen. Erik, dag 10. Dag 10. Het begon vanmorgen met harde wind en een whiteout, maar dankzij de GPS van Koen hebben we toch onze route kunnen vinden door het landschap. We zijn momenteel in Zweden aangekomen en het klaarde gelukkig in de loop van de dag klaarde het op.
is wel bewolkt gebleven. En in Hukojaure aangekomen, konden we onze route makkelijk vervolgen via de sneeuwscootersporen. Nog een opmerking. Het is helaas vandaag gaan dooien. Ja. En we hebben nog regen gehad. En nog wel problemen gehad met wax en met de stijgverf. Maar dat komt met name door het dooiweer wat er ontstaat. En voor de rest, ja, we zijn andere skiers tegengekomen. En we zijn weer in Zweden en we komen in Zweden niet meer uit. Zondagochtend, 3 april. Een flinke hoop sneeuw, harde wind. Het wordt weer een huiveringwekkend dagje. Het zal wel goed komen. Daar is het dal van de Koenksleden. Daar gaan we heen. Musli, reepjes, snikkertjes, koekjes, ontbijtkoek en koffie of thee of sportdrank. Dat heb je hard nodig, zeker deze tweede week. Er zijn steeds meer eten, steeds meer vraag om energie. Dus zeker met deze harde wind, waardoor je een hele koude windchill krijgt. We zijn hier momenteel weg naar de Koenksleden. Die is hier vlakbij, er aan de overkant. De zon begint er een heel klein beetje door te komen. Ik hoop dat het allemaal goed te zien is. Het is wel een waanzinnig mysterieus landschap. We staan hier in het dal van de Koenksleden. Links van die rotswand, daar is de Tjaktjapas, de laatste grote hindernis voor ons. Een beetje op te klaren. Hier is Erik de stuigver aan het op plakken op de skis. Ze zorgen door een soort weerhaakjes ervoor dat je meer grip hebt in de sneeuw. Zeker is het belangrijk als je een helling op gaat of op vereiste sneeuw waarin je weinig grip hebt en waarin wax gewoon onvoldoende functioneert. Die plak je erop. En je maakt hem vast. Het is een lijm die als het warm wordt weer gaat plakken. Een heel raar goedje. Dat is zo gaat het. En zometeen moet het ook bij de tweede ook gebeuren. Maar dan gaat dat precies dezelfde manier. Hier komt Erik aan op de Tjaktjapas. Hoogste punt 1160 meter. Je kunt zien. Dag 11. Dag 11. 12. 12. We zijn vandaag over de Tjaktjapas gegaan. Zo'n 300 meter omhoog.
met de stijgveller. En het was een flinke klim omhoog. Het was een harde wind ook in de rug. We werden hier naartoe geblazen. We gingen ook heel hard met een gemiddelde van meer dan 4 km per uur. We hebben toch ruim 20 km afgelegd. En het weer was betrekkelijk mooi. Ik heb mooi een indruk kunnen krijgen van het prachtige dal hier. Het is hier echt prachtig. Gisteren was het een beetje heilig, maar vandaag ik ben erg onder de indruk van het prachtige landschap hier. Ja, dus het was vandaag rond het vriespunt. Als de zon scheen was het dooi, waaide het hard, dan vroor het. En af en toe kwam de bewolking, soms een gaatje in de lucht. Maar nu, zoals je ziet, de zon schijnt. Het is een beetje blauw, wat wolkjes. Maar het is gewoon heerlijk weer en in de tent is het lekker warm. De zon schijnt erop en dan door de UV-straling warmt het behoorlijk op in de tent. Dus we schieten lekker op. Eigenlijk is nog 2 dagen hier vandaan te gaan naar Bisco. Maar goed, we hebben donderdag moeten we eraan komen. Het is nu maandag. Dus we kunnen rustig handelen de komende dagen. En dan zijn we donderdagmiddag komen we aan in Abisko en dan is het achter de rug. Eerst kunnen we nu rustig aan doen, rustige dag etappes maken. En ik verlang wel naar de douche van Abisko. De communicatie- en navigatiematerialen die u ziet boven de kaart. Links de satelliettelefoon. Daar rechts van het kompas. Daar weer rechts van de GPS. Daar weer rechts van de polscomputer met erin. De tijd uiteraard. En de hoogtemeter, barometer en het elektronisch kompas. Ik laat nu zien hoe wij de tent opzetten. Vandaag een heerlijke dag weer, lekker zonnig weer. We kunnen onze spullen drogen, onze slaapzakken en de batterijen kunnen worden opgeladen. Ik zal even laten zien van de omgeving. Prachtig hier zo, lekker zonnig weer. De afgelopen dagen waren het bewolkt, winderig. Maar vanmiddag trok het helemaal open. En aangezien we rustig aan kunnen doen, omdat het nu pas dinsdag is en overmorgen donderdag moeten we aankomen in Abisko. En ja, we moeten eigenlijk nog 1 kilometer of 20. We kunnen echt op een dooie akkertje erheen gaan. Trouwens, dat hek wat u ziet, dat is om rendieren tegen te houden. En
wij maken er dus gebruik van. Ja. Vandaag, dag 13. Dat is een prachtige dag. We hebben vrij vlak kunnen skiën over het meer. En we hebben niet zo lang geskiet. We kwamen op een prachtig plekje terecht. Waar we een tent hebben opgezet. En het is lekker van genomen hebben. Dagetappetjes naar Abisko en daar hopen we met z'n tweeën nog heerlijk een douche te nemen. Ja. Het is wel heerlijk weer, we kunnen hier ook de spullen even drogen. Je ziet hier de slaapzakken. De zonnecollector vangt veel zon. De batterijen verladen. Nou, we toen net liet ik zien het alles Jouwermeer, er zijn overheen geskiet. Zo'n 13 kilometer. Dat is deze. Een rustig dagje. Voor twee dagen moeten we in Abisko zijn. Nou, het is nog zo'n 20 kilometer, dus we kunnen echt heel lekker rustig aan doen. En we kunnen even lekker rusten. Alles hier in de winter draait om energie. Dus ook hier het opladen van de batterijen voor deze videocamera, zoals je kunt zien. Maar wat ook heel belangrijk is, is het eten. Erik gaat demonstreren hoe je een benzinebrander, hoe die aansteekt. Hij pompt nu de fles voorverwarmd, de benzine wordt verspreid. Doe het op deze manier. De brander wordt nu voorverwarmd, dus even wachten. Je moet Erik wat startwater erbij, dat is wat makkelijker. Zometeen voor om de sneeuw te smelten. Je moet altijd zorgen dat we iets water overhouden voor dit soort momenten. Iets anders dan een gasbrander, wat toch iets handiger is, maar ja, gas functioneert gewoon slecht in kou. Daarvoor moeten we toch benzinebranders gebruiken. Nu begint hij te brullen, dat is even geduld. Nu wordt het pannetje erop gezet. Gaat de sneeuw erin. Even roeren, klein maken. En langzamerhand wordt het pannetje steeds voller met water. Hiermee vullen we dan onze flessen. S'avonds hebben we ongeveer
2 liter nodig om s'avonds koffie en thee te drinken. Dit doen we ook 's morgens, maar alleen dan hebben we gewoon iets meer water nodig, zo'n 3,5 liter. Het is een prachtige avond hier. Kijk eens naar het avondrood, schitterend. Het belooft een koud nachtje te worden, maar het is oh zo mooi hier. Echt. Heerlijk. We zijn zojuist het Abisko Jaure overgestoken. We zijn hier in een samennederzetting. En ik wil jullie laten zien de traditionele samenwoning. Hier staat er nog eentje. En deze traditionele samennederzetting nemen we even een pauze. Die kun je even goed bekijken. Hoe zo'n hut eruit ziet. Helemaal met plaggen en balken, palen. Het enige wat er modern aan is, is dit: de kachelpijp. En ja, ik trill een beetje, want ik zak weg in de sneeuw. Deur en een slot. Kijk. We komen nu lager. We zijn nu gedaald tot zo'n kleine 500 meter. Je kunt er alles merken dat het hier warmer wordt en dat het voorjaar ons tegemoet gaat komen. Hier zijn de eerste riviertjes die al stromend water beginnen te vertonen. Erik gaat water tappen voor zometeen voor het eten. Water uit sneeuw bevat niet of nauwelijks mineralen. Dit water, wat door de stenen heen sijpelt, heeft wel mineralen. En het scheelt ook weer brandstof. Op die manier kunnen we onze veldflessen vullen. Dat scheelt zometeen ook weer tijd. Het is momenteel zo'n graad of 10. De balaclava kan af. De jassen kunnen uit. En de handschoenen kunnen ook uitgedaan worden. Erik heeft de flessen al gevuld. Dit is de laatste avond. Dit is onze laatste kampplek. Vandaag zijn 22 kilometer geschiet. Namelijk afdalen. We staan hier voor de poorten van Abisko. Nog een
kleine 4 kilometer, dus ja, een uurtje skiën en dan zijn we bij het Fjell Station. Je hebt daar La Porten, heel bekend. Een vormen dolk, door een plesje uitgesleten. Het is echt een beetje het symbool van Lapland ook. Erg mooi. Je kunt ook merken dat ze het verlagen zitten nou. We zitten nu op, moet ik even kijken, op zo'n 400 meter. We zijn flink gedaald. Ja, dat kun je merken dat het een stuk warmer is. Dus vandaag zien dat het sneeuw begon al te smelten. Het werd heel zacht, heel papperig. Momenteel is het hard, dus een beetje aangevroren. Ik kan echt merken dat je hier ook weer onder de boomgrens zit. Zoals je ziet, je ziet overal berkenboompjes. En ja, morgen is het gewoon aftikken. En dan zit het erop. Deze tocht door Lapland. Het is nu donderdag, 7 april. We kunnen nu uitslapen. Ah, wel rust. We staan hier voor de poort van Abisko. En het is nog een uurtje skiën. Het is nu 8 uur. We kunnen nog even een uurtje blijven liggen en dan gaan we inpakken. En dan hebben we de tocht achter de rug. Nogmaals, we hebben net even een bakje koffie gedaan. Dat was even lekker, gaan ze even wat eten. Nou, en dan, ik zeg er gewoon naar Abisko toe. Het is nu uitslapen, dat is heerlijk om even bij te komen. Het is een stuk warmer dan hogerop in de bergen. En nou ja, zoals je buiten kon zien, we zitten al onder de boomgrens. Er zijn bomen te zien. En we gaan dus eventjes lekker vernemen, zo meteen een douche pakken, lekker eten, even naar de supermarkt lekkere dingetjes kopen. Want ja, ik ben gewoon 14 dagen lang op gevriesdroogde maaltijd lopen teren. En dagransommetjes, het is allemaal hetzelfde op een gegeven moment. Dus daar verlangen we naar en een lekkere douche, gewoon een beetje luxe. Koppen we schoonmaken. Want ja, alles zit onder de vel en onder het vet. Goed, dat zien we zo meteen. Wordt vervolgd. Erik, de tocht is afgelopen. Tijd voor evaluatie. Hoe is deze tocht gegaan? De tocht is goed gegaan. Het trekken met een poolcar is me echt heel erg meegevallen. Het was lichter dan de voorbereiding voor wat betreft dan het trekken met de autoband. Het is me 100% meegevallen. Hoi Koen. Hallo. Vertel eens, hoe was voor jou, hoe is voor jou de tocht gegaan? De tocht is voor mij goed gedaan. Ik heb vanochtend gezegd, ik geef 8,5 en 9 voor deze tocht. Ik kan niet echt soms dingen noemen die ik zeg van dat is misgegaan. Het is alleen maar heel voorspoedig gegaan. Alle testjes zijn voorspoedig gelopen. We hebben van alle soorten weer gehad. Hele mooie kampplekken ook gehad. We hebben het goed doorstaan, we hebben goed teamwerk gehad. En mijn motto is, denk niet in problemen, maar denk in oplossingen. En dat hebben we tijdens deze tocht ook wel meegemaakt. Soms heb je problemen, maar dan moet je toch een oplossing aan denken en dan niet in problemen blijven hangen. Dat is denk ik iets wat heel basic is als je een expeditie gaat doen. Want anders red je het niet. En ik denk dat je dat ook als metafoor voor het gewone leven kunt gebruiken.